Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl We krijgen weer zomerweer in Nederland. Aan het einde van de week wordt het flink warmer. Temperaturen lopen op tot boven de 25 graden. En op deze kaart, van aanstaande woensdag, dan zie je die warme lucht al boven Frankrijk zitten. En die warme lucht die breidt zich daarna richting ons land uit. En de grote vraag is, gebeurt dat op een krachtige manier, bijvoorbeeld zo? Of gaat de warme lucht toch iets meer via een schrampschot? Dit laatste scenario betekent dat het in het weekend waarschijnlijk alweer wat minder warm wordt. Het eerste scenario dan betekent dat we ook in het eerste vakantieweekend voor Midden-Nederland rekening kunnen houden met hoge temperaturen. In onze middagse zien we dat ook terug. Woensdag loopt de temperatuur in het zuiden al op tot rond de 25 graden. Daarbij wisselen zon en wolken elkaar af. En donderdag dan hebben we op veel plaatsen 25 graden. Alleen in het noorden komt de temperatuur daar dan nog iets onder. Maar doordat er heel weinig wind staat, zal de zon ook daar gewoon zomers aanvoelen. In het zuiden kan het dan zo'n 25 tot 27 of 28 graden worden. Donderdagavond heel misschien een eerste bui en vrijdag wordt de kans op buien groter en daardoor is de temperatuur vrijdag ook onzeker. Ik heb hier 23 tot 27 graden staan en dat is dan in het scenario met de buien en onweer. Valt het mee met de buien, dan wordt het 25 tot 30 graden. Hoe dan ook, het kille weer, het koele weer, beter gezegd van de afgelopen dagen, dat raken we kwijt. Ook geen miserig weer, maar gewoon lekker zonnetje en daarbij ook zomerse temperaturen. Dan terug naar het weer van vandaag. Aan het einde van de ochtend bereikte de eerste buien Zeeland. En vanmiddag trekken die buien verder richting het oosten. Die hebben ongeveer die koers, maar ik denk niet dat het in het noorden helemaal droog blijft, want ook daar gaan een paar buien ontstaan. En ook daar kan het dus af en toe nat worden vanmiddag. Vanavond trek je de buien weg en dan wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Halverwege de avond is het dan de zon 16 tot 19 graden. En de wind die vanmiddag nog stevig waait, begint vanavond ook af te nemen. Dus al met al wordt het vanavond toch wat prettiger. In de nacht is het dan droog, ook vrij helder. Temperaturen dalen tot ongeveer 8 graden op een enkele plek en er staat weinig wind. En dan het weerbeeld voor morgen. Nou, dat ziet er best oké okay uit. Zonnige periode, meeste zon verwacht ik in de noordelijke provincies. Daar wel door de noordwesten tot noordenwind de laagste temperaturen, 19 à 20 graden. En hoe zuidelijker je komt, hoe warmer het wordt. Maar daar zijn ook meer wolken en heel misschien valt daar nog een druppeltje regen. 22, 23 graden, dus morgen in het zuiden. En dan nog even iets van afgelopen nacht. Wouter Mol, collega van ons, maakte deze opnames in Soesterberg. En wat we hier zien zijn niet gewone wolken, maar lichtende nachtwolken. En die wolken die, uh, kun je heel goed zien en ze hingen op 80 kilometer hoogte. En dat is best een bijzonder verschijnsel. Dat zien we vooral in de zomermaanden. Hij stond er wel voor op om half drie 's nachts maakte hij deze opname. Dus je moet er wel wat liefde voor over hebben. Dat was het. Zien je graag morgen weer terug bij Michiel Severin van Weerplaza.